Mensen met boordenkollies uh, kloppen vaak bij mij aan uh, met de vraag: Hoe krijg ik mijn hond nou rustig tijdens een wandeling? Uh, hij heeft ook voor iedereen behalve voor mij. Uh, hij wil met elke hond spelen, of hij is juist bang voor andere honden. Uh, hoe krijg ik mijn hond nou rustig? Uh, nou, ik ga jullie tips geven. Uh, als je met je hond gaat wandelen, uh, dan is het uh, meestal zo dat. Uh, He, we zijn druk, dus we nemen een beetje, nou, een beetje de tijd om even snel de hond uit te laten nog. En uh, dat gaat nooit echt lekker rustig. He, je, je, je loopt een bepaalde route, omdat je, uh, omdat je hond veel beweging nodig heeft. En uh, hij krijgt bijna niet de tijd om even te snuffelen, om te plassen, om te poepen. Uh, want je moet door, je wil immers die route afmaken. Uh, mijn tip is eigenlijk, uh, ga deze week elke dag... Uh, tijdens één wandeling per dag, het liefst vaker, maar goed, neem in ieder geval minimaal één wandeling per dag de tijd en uh, trek de tijd uit die je hond nodig heeft. Hè? Dus ga met je hond naar jouw uh, wandelgebied en uh, als je hond wil snuffelen, laat hem snuffelen. En uh, wil hij nog langer snuffelen, dan blijf je gewoon even staan tot het die echt klaar is met snuffelen en door wil. Eigenlijk laat je je hond dus het tempo bepalen die wandeling. Um, van snuffelen worden bordenkollies namelijk ontzettend rustig, want uh, er worden, er komen dan stofjes vrij uit de hersenen die ervoor zorgen dat honden weer rustig worden. Dus stel nou bijvoorbeeld je hebt een nare ontmoeting gehad met een hond, uh, dan kan dat jouw hond ontzettend helpen. Uh, om uh, bijvoorbeeld wat brokjes in het hoge gras te strooien. Het gras is nu overal behoorlijk hoog. En uh, strooi wat brokjes uh, en laat je hond dat opsnuffelen. Uh, is hij nou niet geïnteresseerd omdat hij toch te bang nog is? Of hij vindt het toch nog te spannend? Uh, dan ga je meesnuffen. Dus uh, want als jij immers uh, eh, zo doet, dan denkt die hond: oh, de baas die ruikt dat. Dat is vast uh, super interessant. Uh, ik moet ook maar eens gaan snuffen wat daar is. Nou, en als jij dan gaat wijzen naar die paar brokjes die je hebt gestrooid. en je zegt: uh, ga zoeken. Uh, nou, bijna elke collie, die gaat daar wel op in. en die gaat dan snuffelen. Uh, nou, en door dat snuffelen wordt hij ook nog beloond. Hè, want uh, die brokjes die liggen daar die jij in het uh, gras hebt gestrooid. en terwijl jouw hond aan het snuffelen is. heeft hij dus helemaal geen aandacht meer voor alle andere honden. of dingen die hij spannend vindt of. Uh, uh, ...andere mensen die die misschien eng vindt. Uh, dus zo kun je je hond een beetje afleiden. Hè? Nou, en hoe krijg jij nou de aandacht op jouzelf? Dat is door uh, goed op je hond te letten. Hè? Neem tijdens die wandeling dat je de tijd neemt voor je hond... Uh, ...neem eens even goed de tijd om naar je hond te kijken. Hè? En elke hond die kijkt wel een keer op naar zijn baasje... ...van is de baas er nog wel... Uh, krijg je nog een leuke opdracht? Gaan we nog iets spannends doen? Um, en op het moment dat jouw hond naar jou opkijkt, ga je dat belonen? Dus je zegt: Oh, dat is braaf kijken, goed zo. En uh, desnoods geef je je hond een, een lekker brokje en dan loop je weer door. Um, al het gedrag wat jij beloont: hè, door middel van brokjes of door middel van je stem. Uh, dat gaat je hond vaker vertonen, hè? want dat wordt immers beloond, dat gedrag. Dus uh, stel je loopt in het park en uh, nou, je hond uh, loopt lekker te snuffelen en uh, hij kijkt ineens naar je op. En dan zeg je van goed zo, dat is kijken, braaf. En, uh, en dan loop je weer door. Eh. Uh, en dan blijf je op de hond letten. Kijkt hij nou weer? Goed zo, dat is braaf. En desnoods geef je hem dan een lekker brokje, dus dan komt hij weer terug naar jou. Als je dat vaak genoeg blijft herhalen, dan zal je hond steeds vaker op jou gaan letten in plaats van op de omgeving. Want uh, naar jou kijken, dat levert hem immers wat op. Hè? En zo krijg je geleidelijk aan steeds meer aandacht van je hond. Dus mijn advies is. Begin met één wandeling per dag. Neem eens even flink de tijd voor je hond. En werkt dat nou goed? Ja, breid het dan uit. Hè. Ga dan tijdens drie wandelingen of twee wandelingen, of misschien wel uh, tijdens ander, alle wandelingen, uh, je hond belonen voor het kijken. En dan zal hij dat steeds vaker gaan doen, dat uh, gedrag. Nou, mocht je nou nog vragen hebben over uh, hoe krijg ik nog meer aandacht van mijn hond? Kijk dan even in de, mijn Facebookgroep Border Collie Pep opvoeden on the road again onder de knop gidsen. Daar vind jij uh, nog veel meer tips uh, hoe jij aandacht kan krijgen van je hond tijdens de dagelijkse wandelingen. Ik wens je veel succes en uh, mocht je deze video nou leuk vinden en je denkt goh ik wil eigenlijk geen video meer missen die ik online zet, klik dan even op de knop abonneren en knik. Klik dan ook even op de, de bel, zeg maar, de knop. De bel. Als je daarop klikt, uh, dan krijg je namelijk een mailtje in jouw e-mailbox op het moment dat ik een nieuwe video op YouTube zet. Veel succes!